super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Klokzien. Vandaag ga ik slijm maken op alfabetische volgorde. En vinden jullie dat leuk? Geef nou alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, voor moest je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want zo hoor je bij de hashtag op tijdsquad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen. Okay. Slijm maken op alfabetische volgorde dus. Het klinkt heel ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook wel heel simpel. Het houdt dus in dat je slijm gaat maken. En als je bijvoorbeeld een ingrediënt hebt dat met de letter A begint, dan moet je dat eerst in je bakje doen. Ook al komt het pas op de derde plaats van ja, als je gewoon slijm maakt. Dus hopelijk snappen jullie het een beetje. Je zal het in de loop van de video wel zien, dus laten we maar beginnen. Het leek mij wel leuk om ook de letters die in het alfabet komen, dus van A tot Z, in het slijm te verwerken. En dat ga ik doen door, ik heb zo een tijdje geleden is een soort van pakketje gekregen waar je zo je eigen armbandjes of kettingen of zo mee kan maken. En daar zaten dus kralen in met een letter op, dus van A tot Z. Dus die ga ik ook in mijn slijm doen. Een bakje en iets om mee te horen heb ik sowieso nodig, dus dat laat ik niet echt meetellen in deze ABC challenge, omdat ik mijn slijm natuurlijk niet op de grond kan gaan maken. Dus daarom laat ik deze niet meetellen. Maar zoals ik al zei, heb ik dus de letters van het alfabet en de eerste letter van het alfabet is een A, dus we pakken de A erbij. Dit zijn dus die lettertjes waar ik het over had. Zo heb ik dus lettertjes van A tot en met Z. En aangezien ik geen ingrediënt heb dat met de letter A begint, ga ik deze er gewoon in doen. Dus zo, de eerste letter van het alfabet zit erin. En zo heb ik eigenlijk geen ingrediënten tot en met de letter G. Want met de letter G heb ik wel een ingrediënt. Dus ik ga gewoon vanaf B tot en met G de lettertjes erin doen. En dan gaan we door met het volgende. En dat zijn glitterdiamantjes. Dat begint dus met een G. En het zijn een soort bloempjes en een soort bolletjes. En die gaan we er ook gewoon in doen. Ik vind het heel raar om nu eigenlijk gewoon kralen in een doosje te hebben. Maar dat hoort dus bij de challenge. Dan gaan we de H, de I, de J en de K erin doen. En dan hebben we het ingrediënt kleurstof. Dat begint dus ook met een K. Ik heb voor groen gekozen, omdat dit eigenlijk gewoon de enige was die ik nog had. Deze is ook echt al heel oud. En nu gaan we dus kleurstof bij deze kralen doen. Ik haal de lepel er even uit, maar dat is echt super vreemd. Hopelijk zit er nog een beetje in. Oeh. Dat was misschien een beetje veel, maar maakt niet zoveel uit. De kleurstof zit er nu dus wel in. Ik zal het even aan jullie laten zien. Zo ziet het eruit. Ziet er echt heel vreemd uit, maar wel grappig. Dan hebben we de letter L. Dit is dan de enige letter die er nu in gaat. Want dan hebben we lenzenvloeistof. Hoe raar is dit? Eerst doen we er allemaal letters in, dan glitterdiamanten, dan kleurstof, nu lenzenvloeistof. Hopelijk gaat het slijm worden. Maar nu doen we er dus de lenzenvloeistof bij. Ik ga er redelijk wat in doen, want ja, ik wil natuurlijk wel dat het straks slijm wordt. En er komt ook nog scheerschuim en lijm bij, dus ik ga er redelijk wat in doen. De kleurstof is zich een soort van aan het verspreiden, maar ook weer niet. Wat nog met een L begint is lijm. Dus die gaan we ook in doen. En nu ga ik eigenlijk gewoon er lijm in doen tot ik vind dat het genoeg is. Want dit gaat een beetje lang duren. Ik ga misschien de fles opendraaien. Dat is wel handig. En dan ga ik dus de lijm erin doen. Ik denk dat ik het zo wel goed vind. Ik heb nu 3 keer goed geknepen in het lijmflesje. Dus er zit wel redelijk wat in, vind ik. En dit is echt super raar. We moeten er misschien nog een paar letters in gaan doen. Namelijk vanaf de M tot en met de S gaan we er nu in doen. Zo. En dan is het tijd voor de scheerschuim. Die gaan we dus gewoon schudden. Zo, en dan gaan we die er ook gewoon in doen. En dan zitten eigenlijk alle ingrediënten waarmee ik dus meestal slijm maak erin. Dus lijm, lenzenvloeistof en scheerschuim. Zo, ik
ga er denk ik nog een klein beetje bij doen. Zoiets. En dan kunnen we doorgaan met de laatste letters. En dat is vanaf de W tot en met de Z. En de Z is dus de laatste letter van het alfabet. Dus zo, alle letters zitten er nu in. En dan gaan we door met de R van roeren. Ik hoop echt dat dit slijm wordt, want ik heb nog nooit op deze manier slijm gemaakt. Het ziet er ook echt super raar uit. Maar wel grappig. Dan gaan we dus roeren. Het is wel grappig, want je ziet zo allemaal rare letters. Oké, dit is echt super vreemd. Ik heb eigenlijk nu gewoon scheerschuim. Dus ik ga proberen om alles een beetje naar boven te scheppen. Volgens mij gaat het echt een heel lichte groene kleur worden, want al de kleur zit nu van onder en er zit nog redelijk veel scheerschuim in. Het kan zijn dat ik dit stukje ga versnellen, omdat het anders misschien een beetje saai wordt als ik niet ga praten of zo. Maar ik ga jullie wel heel het mixproces laten zien. Het heeft echt een heel rare structuur. Ik denk dat ik er een beetje te veel scheerschuim heb ingedaan. Maar ik kan echt niet meer verder roeren. Dus ik denk dat ik het maar gewoon ga kneden. Ik heb hier ook een doekje liggen om mijn handen af te kuisen. Dus het voelt echt heel scheerschuimerig als je dat zo zegt. Er zit ook echt nog heel veel scheerschuim in. Dus ik heb er echt veel scheerschuim bij gedaan. Maar voelt wel lekker, vind ik. Het geeft geen laagje af of zo. Ja, misschien een laagje van de lenzenvloeistof, maar ik vind dat het nog best goed gelukt is. Zo grappig, omdat je zo af en toe een letter tegenkomt. Hier hebben we ook nog één. De A en de Z hebben we net gezien. En je kan echt gewoon naar letters gaan zoeken in dit slijm. Dus dat vind ik heel grappig. Ik vind dat het er ook wel tof uitziet met die muntgroene kleur. En dan zo die diamantjes erin. Ik vind dat de letters het wel echt afmaken. Omdat je dan echt zo'n ABC-slijm hebt. Het is niet zo heel stretchy. Het is ook wel een beetje taai. Maar ik denk dat als je het even laat staan, ja, dat het dan wel gewoon lekker slijm is om in te kneden. Ik ga een beetje de randen van het bakje schoonmaken met het slijm. En ik ga nog even verder kneden. En dan kom ik zo bij je terug. Oké, hier ben ik dan met het ABC-slijm van de ABC-challenge. Ik vind dat het echt super goed gelukt is. Het heeft een heel mooie kleur. Het is wel redelijk stretchy. Alleen het slijm zelf voelt wel een beetje taai aan. Je kan het ook zo na één keer stretchen niet echt meer heel goed uittrekken, want dan scheurt het. Maar als je er zo heel zachtjes in knijpt, dan vind ik dat het wel echt lekker voelt. En hoe geweldig is het dat er gewoon letters in zitten van A tot Z. Ik vind deze challenge echt zeker geslaagd. Dit was dan de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik vond deze challenge echt super leuk om te doen en ik vind het slijm echt zo ontzettend leuk geworden. Ik denk dat ik echt voortaan op deze manier slijm ga maken. Want het slijm voelt echt super, super lekker. Dus ik ben heel blij met dit slijm. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer en doei!